perfectionistisch? Nee, anders hou je dit niet vol. Nee, dat denk ik ook. Want alles kun je nooit bakken. Ja. We zijn weer terug in Tolen, want de aardappels zijn dus uit de grond gehaald, die zijn gerooid. Ze gaan eerst al het grove velden nu afhalen. Alle takjes, alle slakken. Maar ze gaan daarna ook nog een keer sorteren. Vandaag is de grote dag van het rooien. De omstandigheden zijn ideaal. Vorige week 20 mm gevallen. Daarvoor was veel te droog. Dan kan je eigenlijk niet rooien, want dan beschadig je ze. Wel, check even jezelf nu. Wow, ik ga op in die kratjes. Wanneer je je omgeving bent, of wat zeggen ze dan ook alweer? Ja. Ik zie je weer een hoop machines die lijkt allemaal op wat we ook hebben gezien bij Leon. Ja, dat is een stortbak. De ondermaat gaat eruit en de losse grond gaat eruit. Zo schoon mogelijk in de kist. Ah, is dat een regel? Ja. Wat je niet op je bord zou willen hebben, haal je eruit. Nou, dat lijkt me dit. Het lijkt nou dubbel werk, want hier komen ze binnen vanaf het land. En dan gaan ze uiteindelijk naar Jacques van den Noord. Worden ze ook gesorteerd, worden ze ook gedroogd, ook bewaard. Je wil gewoon niet dat er een halfje of een slakje of een eentje die een beetje groen is, die haal je eruit. Ja, extra kwaliteitcontrole. Dit lijkt net Lotto Weekend Miljonairs, al die ballen en die kleuren die je dan moet raden. Oranje 23. Oh, je vergeet er één. Ja, het zal wel achter die zijn vandaag. Hè? Ben jij perfectionistisch? Nee, anders hou je dit niet vol. Nee, dat denk ik ook. Want alles kun je nooit bakken. Ja. Mama, dat zijn goede lampen. Nee. Super gaaf. Ziet er een beetje zo kermis achteruit. Doe eens een rondje zo, rondje van de zaak. Attention! Dat is echt net een keer op dat. We zijn een nachtje gedroogd. Je kan zien dat de grond is grijs geworden. Oh, oké. En die gaan we dus nu op verschillende maten sorteren. Dat gebeurt in deze installatie. Uitkieper. Ja, de pieperkieper. Pieperkieper, ja. Bedankt, Rien. Ah, kijk, Rien, die kennen wij. De grote blijven bovenop leggen. De kleinere zakken door. Via een transportbandensysteem komen ze hier. We noemen het uitlezen. Dat betekent eigenlijk het uitrapen van de kluitjes, de groene aardappelen en de beschadigde aardappelen. Daarna gaan ze via een transportbandensysteem in de kisten. Die kisten gaan de vrachtwagen in? Die gaan de vrachtwagen naar Leon van der Noord. Oh, Kees, ik heb dat gebeld. Als het goed is, we zijn ook klaar. Kees, groot.